Mijn naam is Ulrike Wild. Mijn positie hier is Director Online and Open Learning of Director Distance Learning. Nou, iedereen noemt het net wat anders en dat zegt dan, wat doe ik hier eigenlijk? Je kunt het beste samenvatten. Misschien ben ik een soort kwartiermaker voor online learning. Als je met online bezig gaat, dan zul je zien, je komt heel veel dingen tegen waar je eigenlijk je organisatie moet verbouwen. Wij hebben sinds september zijn 2 volledig online masterprogramma's gestart. Wij hebben een hele duidelijke missie en ik hou ervan die steeds te zeggen, want die heeft heel veel te maken met het feit dat wij op het online pad zijn gegaan. To explore the potential of nature to improve the quality of life. Wageningen is zeer internationaal georiënteerd en zeer bezig met de meest actuele problemen over gezonde voeding, voedsel, leefomgeving en alles van deze wereld. En heeft een natuurlijke drang om de wereld te verbeteren, zou ik wel willen zeggen. Maar goed, om in ieder geval ook zijn kennis te dissemineren. We hebben een lange traditie van internationale samenwerking. En vandaar dat eigenlijk al vroeg hier ook van strategisch niveau omarmd is dat wij ook online gaan. Want online is tijd en plaats onafhankelijk. En daarmee kun je je kennis beter dissemineren en ook doelgroepen bereiken die anders niet zo makkelijk hier bij ons kunnen komen. We hebben op dit moment, schijnt het, 8.814 studenten, 4.600 MSc en daarvan zijn bijna 40% internationaal. Wij zijn bezig, we zijn ook in de MOOC-productie en online, ik hou liever van de naam Open en Online Course. Tot eind van 2016 zullen we 10 MOOCs om edX hebben staan. Wageningen heeft een behoorlijke traditie van online, dus de stap was eigenlijk minder groot. Want als je terugkijkt, is al vroeg in de jaren 80 is men hier begonnen met e-learning modules. Is misschien ook heel licht bij sommige van die beta-vakken vrij dichtbij. Iedereen omarmt heel snel de mogelijkheid, oh, we kunnen dingen, we hoeven die niet voortdurend weer opnieuw uit te leggen. We maken mooie modules en daar kun je van alles mee doen. De tool waarom wij nu ook in online masters, maar ook in de productie van open en online cursus staan, is dat wij echt, wat ik al eerder zei, kennis willen dissemineren, nieuwe doelgroepen willen bereiken, ook het lifelong learning aanbod willen vergroten. Want wij zien ook, er zijn heel veel geïnteresseerd aan onze kennis die al studie en baan combineren. Niet allen willen misschien een degree. Maar ook een pedagogiek vernieuwen, want dat geeft een geweldig impuls om na te denken. Ja, hoe doe je dat ook on campus? Hoe kun je effectief en efficiënt ook aan grotere groepen studenten onderwijs geven? En juist daarmee ook inspelen op de grotere studentenaantallen. En wat ik altijd heel interessant vind, zijn dus 45 studenten gestart. En als je zegt gemiddelde leeftijd 31 jaar, weet je onmiddellijk dat je een andere doelgroep te pakken hebt dan dat wat je gewoonlijk on campus bedient. Dat is dus volstrekt anders. We zijn ook benieuwd wat wij daarin allemaal tegen zullen komen gedurende de tijd nu. Want daar zijn we natuurlijk eerst begonnen mee. Wij maken het ons ook moeilijk door dat in één ding te vatten, want daarmee willen wij meteen aangeven, het zijn niet van elkaar losstaande dingen. Wij zijn bezig werkelijk het hele onderwijssysteem te veranderen en te verbreden en vergroten met de online en zeker ook de open mogelijkheid. Wat zie je hier? Je ziet eigenlijk in het midden nog steeds de campus. Dat is dat wat wij kennen. Maar in die degree-programma's komen dus online degrees bij. Online degrees bestaan uit online vakken. Wij willen het vinden het voor de toekomst heel belangrijk dat de campusstudent ook de mogelijkheid krijgt zo nu en dan online vakken te volgen. Waardoor die flexibeler wordt in zijn manier hoe die door de studie loopt. Misschien het ook een keer combineert met een buitenlandse reis, avontuur, weet ik veel wat. Maar ook soms wat vrijer is in de roostering. Daaromheen komt de schil die eigenlijk meer interessant is voor de lifelong learners. We noemen dat nu Wageningen X. Nou, dat is aan de ene kant een aanbod van MOOCs, maar we willen ook gaan in online professional courses, dus betaalde cursussen. En je ziet, dit is een systeem uit 2 redenen. Omdat je aan de ene kant zal kijken,
hoe stapel je dingen, hoe maak je een samenhang, zodat eigenlijk het niet systemen zijn die star van naast elkaar bestaan, maar waar overgangen mogelijk zijn. En aan de andere kant, wat natuurlijk heel erg belangrijk is, het gaat ook erom dat het materiaal op diverse manieren wordt benut. Online materiaal, als je ziet wat wij ook voor inspanning hebben geleverd, is zeer duur om te produceren. Het is niet iets wat je even doet. Het loont alleen de moeite, eigenlijk bijna, als je ook ziet dat je dat op verschillende manieren kunt inzetten. Onze MOOCs worden ook on campus benut. Daar wordt onderwijs, wat ik altijd zeg, eromheen gebouwd. Ja? Maar vaak in gehele delen, maar soms ook in de filmpjes of de andere dingen daaruit. Dus je ziet, die hergebruik van materialen is eigenlijk een van de allerwezenlijkste dingen die wij nastreven. Mij heeft verrast hoeveel in de samenwerking met docenten dat echt, nou, zoals uitspraken van wauw, zo heb ik op campus nog nooit gedacht. Dat toch zo sterke prikkel is voor docenten om na te denken over hun didactiek. En ook een goede prikkel is om na te denken over hun didactiek. Want online kun je veel minder glad strijken als je misschien nog in de interactie kunt. Daar moet je het echt goed opzetten. Nou, het is een goed practice geworden omdat wij ook echt veel intensiteit hebben gezet in de voorbereiding. En niet zomaar zijn begonnen en dan tegen alle dingen opgelopen. Maar we hebben echt nagedacht wat allemaal moest gebeuren. En we hebben ook het geluk dat we hele goede docenten hebben die toch al heel ver waren in die richting om te denken. En dat ook echt goed neer te zetten. En daar ook net die extra meter zijn gelopen. Ik ben enthousiast dat het interactief is. Dat vind ik eigenlijk dat niet de angst altijd bij online masters of bij online. Het is saai, de mensen zitten daar op afstand. Maar dat wij groepsdynamieken kijken, de groepswerk en dat het interactief is, ook tussen de studenten, daar ben ik het meest enthousiast over.